Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen de Suriname e-visa en e-toeristenkaart gelanceerd. Een onderdeel hiervan was een presentatie over hoe de aanvraag online kan geschieden. Vice-president Ashwin Adin, die de officiële lancering verrichtte, zegt dat een klik op het webportaal het voor toeristen en reizigers die Suriname wensen te bezoeken aanzienlijk makkelijk zal maken. Dat betekent een makkelijke aanvraag voor visum. Deze e-visa en e-toeristenkaart service zal een totaal nieuwe ervaring zijn voor toeristen en Surinamers in diaspora, benadrukt de VP. As they can complete the electronic form and make an e-payment with a credit card or a debit card, among others, at any given time of day. I learned that the online e-visa and e-touristenkaart application service leaves room for constant improvement and will therefore constantly enhance the experience of the online applicant's journey. Ladies and gentlemen, the new e-visa and e-tourist card online service is complementary to the outlined tourism policy of the government of Suriname. According to a report issued by the World Tourism Organization, I quote, visa policies are among the most important governmental formalities influencing international tourism. End of quote. Luciano Truideman, directeur algemeen beheer en consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat het proces voor een visumaanvraag digitaal is. De e-visa en e-toeristenkaart service hebben verschillende voordelen, zegt Truideman. De voordelen zijn legio. Eén is geen lange wachttijden meer. Twee is, je krijgt hem direct. Niet direct, maar je krijgt hem binnen zeer korte tijd. Kan je hem in je mail verwachten. Waardoor je dan niet meer hoeft te gaan naar een van de kantoren, een van de ambassades of een van de consulaten van ons in het buitenland. Voor een groot deel de voordelen die men heeft. Twee of drie. Je kan hem gewoon doen vanuit je huis. Als je in de trein zit, als je in de bus zit. Zolang je maar een smartphone hebt, internet hebt en je een betalingsmogelijkheid hebt, kan je dat doen. Luciano Truideman, directeur algemeen beheer en consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken vanmorgen. Na de officiële start van het e-visa en e-toeristenkaartproject. De lancering vond plaats in de bankethal van Hotel Torarica.